zei net, we gaan een cliffhanger live uitspelen. En jij kan bepalen hoe die cliffhanger gaat aflopen. Dus we koppen hem vandaag ook gelijk in. Maar dat is het nadeel bij cliffhangers normaal. Hey, dan moet je heel lang wachten voordat je weet hoe het afloopt. Vandaag niet. Eens even kijken. Tara, Stef, Bruno, kom even deze kant. Ik heb voor jullie een briljante scène bedacht. Eens even kijken. En of jullie nou de spangersnamen aannemen, maakt me niet uit. Kom even hier staan, dan ga ik het even uitleggen. Jullie zien hier even een beetje een schoolsetting. Dus de kluisjeshal. Ja, de kluisjeshal. Kennen jullie natuurlijk. Ja. Eens even kijken. Jullie twee hebben een relatie. Oh. Ja. Maar om het een beetje spannend te maken, ben jij ook verliefd op hem. En jij vindt dat eigenlijk wel een goed idee, maar twijfelt nog een beetje. Het is nog niet uitgesproken. Ik ben echt zo'n persoon. Oh. Jij bent wel een beetje nasty, want jij denkt, weet je wat, ik ga hem gewoon overhalen om... Wietke staal. Om mijn kamp in te komen. Jij bent er niet, maar komt toevallig achter de kluisjes vandaan en hoort wat er gebeurt. En dan op een gegeven moment stopt de scène en ga jij bepalen hoe het afloopt. Maar eerst moeten we natuurlijk het begin hebben, zodat je een beetje kan inleven en een beetje begrijpt... Nou ja, wat er zou moeten gebeuren of kunnen gebeuren. Zijn jullie klaar voor? Oké, dan mag jij achter de kluisje. Ja, ik ga. Zijn jullie bij de kluisjes? Concentratie. 3, 2, 1. Daar gaan we. Hey, Dylan. Hey. Wat kom jij hier doen? Ja, ik liep door de gang en ik zag je staan en... Ik heb altijd de neiging om dichterbij te komen bij je, maar... Oh, nou wat... Om eerlijk te zijn heb ik dat ook een beetje. Echt? Ja, ik vind je best wel... Je ziet er best goed uit. Maar jij bent natuurlijk met Shirley. Dus... Ja, maar het is, weet je wel, als ik met Shirley door school loop en jij komt langs, dan loop ik met haar arm in arm en dan loop jij langs en dan gaat mijn hoofd zo. En dan... Ik heb gewoon het gevoel dat jij veel leuker bent en je hebt zoveel mooiere ogen. Ik vind jou ook leuk. Echt? Misschien moet je het uitmaken. Shirley! Oké. Freeze. Houd dit vast. Hoe gaat deze scène aflopen? Sas, maak gauw een foto van ze. Deze foto, zo, hartstikke idee, staat erop. Zeker weten. En deze foto komt op Instagram en daaronder kan jij reageren en zeggen hoe dit verhaal... Jullie mogen weer ontspannen, want de foto is gemaakt. Hoe dit verhaal verder gaat. Dus ga even reageren. En ja, en er mag van alles in zitten. Misschien moet iemand, weet ik veel, hinkelen, springen of een bepaald woord uitspreken. Je mag het zelf verzinnen. @ZapLive is ons Instagram-account. Daar kan je zo meteen die foto vinden. Reageer. We moeten de cliff hebben gaan inkoppen. Dus als jullie even deze kant op komen... Sas, zullen wij dan even... Gaan jullie even de positie zoeken? Hoe we stonden, hè? Ja, gewoon hoe je stond aan het eind. Ja, er komen echt heel erg veel reacties binnen. Dus ja, we moeten eventjes een beetje kiezen, Klaas. Oké. Want het zijn er echt... We kiezen 3 elementen die jullie dan moeten verwerken in hoe dit verder gaat, ja? Oké, ik zie hier, ze gaan vechten. Nee. Ze gaan vechten, maar ja... Ja, ze worden boos. Ik denk dat ze boos wordt... En dan heel veel plezier en succes. Ja. Zullen we die pakken, boos? Shirley slaat Dylan. Even kijken. Die vind ik ook wel grappig. Ze proberen allebei Dylan te zoenen. En dan zoent Dylan. Heel ingewikkeld. Dat kan. Dat is echt plot-twist. Laten we even kiezen. Ja, vechten komt toch wel ver voorbij. De kluisje omvergooien. Oh. Ja, maar ik kreeg ook nog dat ze Dylan allebei samen in het kluisje stoppen. En dan samen weggaan. Dus dat de meiden er uiteindelijk samen vandoor gaan en denken... Ja, dat is een mooie. Okay. Zoek het uit. Oké, jongens, dat is het eindelement. Het eindelement is dus dat er iemand... dat de meiden er vandoor gaat en dat Bruno in de kluis terechtkomt. Okay. Het einde. Maar dan wel boos. Want boos zat er ook nog bij eerst. Oh, boos. En ertussen... Ja, we moeten nog 2 dingetjes. Even korte dingetjes. Ze wordt een tovenaar en tovert Dylan weg. Maar dat is dan natuurlijk ook hier. Stoppen in mijn kluisje. Ze pakt Dylan. Daar staat de laatste. Dylan pakt een snoepje en geeft... Oké, jongens, dit zijn ze. Boos. Ze is heel erg boos. Okay. Ja? Ja. Je pakt de pet af en gaat hem naspelen. En daardoor raakt Wietke ook overtuigd dat dit een slecht plan is... en eindigt Bruno in de kluis. Okay. Ja? Dit is een mooie scène toch, jongens? Top. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, helemaal. Oké, concentratie. En dan gaan we. 3, 2, 1, go. Ja, wat is dit nou? Ja, wat is dit nou? Ik ben Dylan. En ik heb een verkering met een... Ja, en ik ben met jullie, maar ik zeg dat ik Wietke leuk vind. Wietke, je zei net nog heel iets anders. Oh. Sorry. Ja. Gaan jullie nu samen? Wij waren toch samen met elkaar? Nee, laat maar. Je wilt toch met mij zijn
Maar dus, weet je wat? Weet je wat we gaan doen? Ga je anders maar even instaan met je pet. Ja, want dan ga ik dat ook doen. Hé, hey, ga, nee. Ga maar naar je pet. Jongens, Dylan. We kunnen nu nog, samen zijn. Wij kunnen samen zijn, ja. Want wij zullen beste vriendinnen worden zonder jou. Oh, nee, Dylan. Ja, inderdaad. Veel plezier daar. Neem me terug, Shirley. Ik neem je niet terug. Ga erin. Wietke, je ik weet... hoef je niet meer. Hey, Wietke, je weet dat je dat houdt. Wat lekker dit, jongens. Ja, jij past er niet in, hè? Nee, ik ben veel te groot. Oh.